In Johannes hoofdstuk 16 vinden we een gedeelte dat spreekt over de bediening van de Heilige Geest. In mijn Bijbel is dit hoofdstuk getiteld Het Werk van de Trooster. Dit woord trooster is een vertaling van de Griekse term parakletos en wordt slechts in 5 Bijbelgedeelten geciteerd, altijd door de apostel Johannes. Hoewel het in het algemeen vertaald is als trooster, is het Griekse woord parakletos verwant aan iemand die helpt, verdedigt en troost. De rol van de Heilige Geest zou zijn om bij de volgelingen van Christus te blijven na zijn vertrek. Volgens de woorden van Jezus zou de Heilige Geest 3 hoofdfuncties hebben. Vanaf vers 8 lezen we: En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De eerste missie van de Heilige Geest is ons ervan te overtuigen dat we zondaars zijn. Dit is nodig omdat de Bijbel duidelijk maakt dat wij uit onszelf onze zonden niet kunnen zien. We zijn blind voor onze eigen situatie. De Heilige Geest opent onze ogen om te zien wie we werkelijk zijn. En de waarheid is dat zonder Hem onze zonden ons niet zouden storen. Het probleem is dat de Bijbel zegt dat er een zonde is zonder vergeving. Zonde tegen de Heilige Geest. Omdat het werk van de Heilige Geest is om onze zonden te tonen, nemen we elke keer als we bewust voor de zonde kiezen een stap weg van God. En het probleem is dat hoe verder we van Hem verwijderd zijn, hoe minder we zijn stem horen die ons de fouten laat zien. En helaas kan er een punt komen zonder een terugkeer, waar de stem van de Heilige Geest niet langer wordt gehoord en zonder die stem zouden zonden niet langer gemerkt worden. En als ik geen zonde zie, voel ik niet de behoefte om vergeving te vragen. Op dit punt is er geen oplossing voor de zondaar. Als je op dit moment naar me luistert en je speelt bewust met iets waarvan je weet dat het fout is, stop alsjeblieft. Hoor die stem in je hart die je uitnodigt om te veranderen. Het is de stem van jouw vriend, de Heilige Geest.